In het tweede weekend van augustus staat Winsen in het teken van sport en kermis. Het dorp is het hele weekend één groot feest. Tijdens de zesde editie van de Winsense kermiskoers racen amateur- en profwielrenners door de straten van het dorp. Met zelfs een aantal bekende namen. Er zijn nu Remco Evenepoel had zich afgemeld. Dus, ach, dat is jammer. Die had iets anders te doen. Maar nee, zonder doel. We hebben natuurlijk vorig jaar de winnaar, Lars van Diepen. Die komt hier uit Winsen. Inmiddels komt de rest er weer aan. Die gaat zijn titel verdedigen. We hebben ook mensen uit Culemborg, Sint-Michielsgestel heb ik gezien. Maar mensen uit Amsterdam. Dus ja, het is of in ieder geval nationaal, maar dan wel interprovinciaal is het. We zijn super blij dat we hier gewoon alles bij elkaar hebben. De kermistent staat, de kermis is erbij. We hebben een mooi terras bij de Arend en bij de Paulus. Dus ja, alles valt eigenlijk precies samen zoals we het voor ogen hadden. Het kloppende hart tijdens de koers is de jurywagen, waar alles goed in de gaten wordt gehouden. We zijn in totaal met 60 vrijwilligers die de hele koers begeleiden. Verkeersregelaars, de motorclub. Die staan allemaal met elkaar in contact en proberen we om dat peloton van 50 renners veilig door ons dorp heen te loodsen. En hebben jullie dan beelden of hoe houden jullie dat een beetje in de gaten? Het is vooral geluid. Dus we hebben zijn mobiele phones en ook de motoren hebben in hun helmen, zeg maar, zijn die verbonden met elkaar. En we proberen zo goed mogelijk in de gaten te houden. En dat is nodig, want de wielrenners zijn aan elkaar gewaagd. Dus, hier is de finish. En we hebben dan gauw echt met de cameraatjes bij staan om de mooie eindstap vast te stellen. Zelfs een fotofinish? Dat hebben we wel eens gehad. Vorig jaar schold het echt maar een centimeter, denk ik. Ja, het is een ronde van ongeveer 4 tot 4,5 kilometer. Deze koers die nu voorbij komt, die doen 6 rondes daarvan. Zijn er meer de iets zondagochtend fietsen, dus die hebben wat minder in de benen. Respectvol gezegd natuurlijk. En dan de volgende, de prestatiekoers, de Heijmans Classic, die gaat naar 12 rondes. Even een rustig rondje fietsen zit er niet bij. Daar kwam deelnemster Marja Jurissen ook achter tijdens de koers. Het is de eerste keer dat ik meedoe. Ik roep al 6 jaar dat ik een keer meedoe. Nou, ik denk, moet ik een keer de belofte waarmaken, dus heb ik bij deze gedaan. Maar ze gaan gewoon hartstikke hard. Ik spin veel door de week, maar het is toch even van een ander kaliber, zou ik maar zeggen. En hoeveel rondjes heb je nog mee kunnen draaien? 3 van de 4, dus best netjes. Maal 4 kilometer, 12. Nou, gemiddelde snelheid van 45. Nee, grapje. Met tegenwind vast. Ja, met tegenwind, zeker. Maar het was leuk. Dus, en dan hebben we straks een feestje. Winsense kermis. Nou, fantastisch. Want het feest tijdens de Winsense kermiskoers is in het dorp het hoogtepunt. Na een aantal moeilijke jaren heeft het dorp de handen ineengeslagen met een crowdfundingsactie om de toekomst van de koers en de kermis veilig te stellen. We hebben inderdaad de crowdfunding online gegooid. Daar is echt bizar veel op gereageerd. Uit mijn hoofd hadden we binnen 48 uur al die 5000 aangetikt. Ja, toen kwam van een aantal sponsoren en nog wat gullere particulieren die zeiden van nou weet je, er moet gewoon een kermis komen. Dus die hebben toen ook nog gedoneerd. Ja. De kermiskoers moet je meedoen. De Olympische gedachte, die ranglijst is wel leuk. En dat je na de koers een gezellige kermis hebt, is veel belangrijker. Het zit al in de naam, Winsense kermiskoers, dus daar hoort gewoon de kermis bij. En dan moeten we met z'n allen de schouders eronder om er iets te kunnen krijgen. Ja.